In de wijk Leihof in Leiderdorp is in de afgelopen 30 jaar de grond zo'n 40 centimeter gezakt. Dat inzakken komt door het inklinken van de veengrond. Buurtbewoner André Velders is blij dat de gemeente er nu iets aan gaat doen. Volgens hem kunnen mensen er veel last van hebben. Die opstok moet je maken en zeker met je fiets op de vlonder te zetten. Met de boodschappentassen kan het een behoorlijk lastig iets zijn. Ja, dus dat merk je wel degelijk. We zitten wel even met de rommel, maar dat is even doorbijten. En daarna de hand hebben we alleen maar meer plezier van. Maandag is de gemeente Leiderdorp begonnen met een tweejarig traject om die grond weer op te hogen. Wethouder Jef Gardeniers mocht daarvoor het startsein geven. Hoe groot is het project voor een gemeente als Leiderdorp? Alles bij elkaar was het krediet 4,5 miljoen. Daar zit wel wat meer in dan alleen de ophoging aan deze kant. Ja, dat is een groot project voor een gemeente als Leiderdorp. Ja, want de hele gemeente zakt zo'n beetje. Nou, niet de hele gemeente. We hebben een gedeelte op de rivierklei, maar we hebben ook een gedeelte op de veengronden. En dat is hier. En met name de veengronden, ja, die klinken in.